Jee, een van mijn pakketjes. Oh, echt te grappig. Oké, en dan nu dit. Ik heb gewoon dus voor niks weer thuis gezeten en alles zo geregeld. Goedemorgen, het is dinsdag en we zijn weer onderweg naar school. En ik was aan mama aan het vertellen over dat waar gisteren toen chihuahua was. Dat is echt zo klein. Leuk, hè? Die had ik gevonden. Ja, dat was heel schattig. En het gaat zo regenen, denk ik. Ik voel hier en daar een drup. Het is best koud. Wie een dierenvriend. En nu heb ik weer huisarrest. Ze komen een kabel van KPN vernieuwen. En dan moet ik dus thuis zijn. En ze komen ergens tussen 9:30 en 2:00. Dus dat is weer zo'n lekker gat. En vandaag, omdat Sarah natuurlijk bij Mila luncht, kon ik in ieder geval thuis zijn. Want het was een heel gedoe met plannen. En er stond eerder een afspraak, maar die moest gezet worden. Dus het is uiteindelijk vandaag geworden. Jee, een van mijn pakketjes. Ik heb natuurlijk en dat rokje teruggestuurd wat kapot bleek. En de broek die niet de goede maat was besteld. Maar ik weet niet welke hierin zit, want ik heb ze allebei besteld. Maar ik had twee losse bestellingen gedaan. Omdat ik duurde toen niet op hetzelfde moment. Oh, dit rokje. Grappig, die had ik als tweede besteld. Dus deze hadden jullie al gezien. Even kijken, deze ziet er wel aan de zijkant gewoon goed uit. Ja, het was zo stom, want ik had hem net aan, hij scheurde helemaal uit. Maar ja, ik was met die verjaardag. Dus nu heb ik hem opnieuw. Moet ik hem niet te lang laten hangen, alleen ik moet wel even uittesten of hij dan goed is. Voordat ik hem dadelijk in de kast hang en deze precies hetzelfde zou doen. Want ik vind hem echt leuk. Ik wil hem ook echt graag hebben. Maar ik heb er natuurlijk niet veel aan als die kapot scheurt. Oh, echt te grappig. Ik zet echt de camera uit. Wordt er weer geklopt. Is het pakket nummer 2. Alleen de ene werd dus met PostNL en de ander met DHL bezorgd. Hetzelfde bedrijf. Kort naar elkaar besteld, maar... Oké. Dus dat is weer deze broek die ik ook al had laten zien. Maar nu een maatje groter. En als ik hem zo zie... En misschien vind ik... Nou, lijkt wel heel groot zo. Ik ga hem zo even passen. Hopen dat hij nu wel goed is, want anders heb ik echt pech. Maar ik wilde echt graag zo'n broek. Het zit ook echt lekker, dit soort dingen. En ik vind het echt leuk. Dus, fingers crossed. Ik heb hem aan. En deze zit wel goed. Ik vind hem echt leuk. Dus het stofje, hij zit ook echt heel lekker. Maar die vorige, dit zat goed, maar de band niet. Oh, er wordt aan de deur geklopt, dus misschien mijn monteur. Oké, en dan nu dit. Ik heb gewoon dus voor niks weer thuis gezeten en alles zo geregeld. Dat ik echt de deur niet uit hoefde. En vanochtend moest ik eigenlijk ook dingen allemaal zo gepland dat het niet hoefde. Komen ze hier aan de deur? Want toen het klopte, was dat inderdaad zo. Dus in de kruipruimte kijken, ja, er staat wat water in. Dus dan kunnen we niks doen. Dan kunnen we hem in de meterkast aanleggen. Dus ik zeg, oh, het is leuk als je hem in de meterkast aanlegt. Maar dan moet ik allemaal kabels door mijn huis gaan trekken voor alles. Dan heb je dus alles zo... Ik zeg, dat slaat toch nergens op? Ik zie het al gebeuren. Ik heb natuurlijk wel een kabel, dat hebben jullie nog gezien met aanleggen. Vanaf daar zo en dan zo en dan zo liggen. Maar anders moet hij gewoon dwars door mijn huis. Dus ik zeg, ja, wat is dat nou? Weet je, dat... Serieus, hoe dan? Ja, als je dan het dan per se ergens anders wil, dan komen we later terug. Ik zeg, oké, dan ga je er nu dus een zooi van maken. Dat hadden ze al gedeeltelijk gedaan. Maar dan nog veel erger. Zodat je nog een keer moet komen om er weer vervolgens zo'n zooi van te maken. Moet ik weer zorgen dat ik heel de dag thuis ben. Ik zeg, ik ben het daar niet zo mee eens. En plus, jullie maken alleen maar afspraken
waarbij ik niet vaak kan. Want als ik tussendoor naar school moet of wat dan ook, dan kan het al gewoon niet. Het zijn altijd afspraken waar een stuk tussenmiddag of halen of brengen van school onder valt. Ik zeg dus, het is best wel lastig. Want bijvoorbeeld ook op woensdag, nou dan kunnen ze bijvoorbeeld van 10 tot 2. Ja, leuk. Ik moet ze ophalen. En je kan ook niet altijd maar anderen verwachten. En net als nu, dan kan het. En dan zorg je ervoor. En dan krijg ik dit. En dan denk ik, het heeft geloof ik de afgelopen week bijna alleen maar geregend. En dan ben je verbaasd dat het water in mijn kruikkelder staat. Hé, laat dan van tevoren weten dat het niet kan. Het is toch niet zo gek als ik denk 2 meter water is gevallen in een week tijd. Dat er wat water in de kruipruimte staat. Maar goed, dat is dus schijnbaar wel heel raar. Echt. Maar dan heb je echt gelijk het gevoel voor niks. En kon gelijk heel die gang schoonmaken. Want ze komen met vieze laarzen en alles kijken. En heel de woonkamer, alles. Dat ik echt denk, gewoon voor niks. Kan je gewoon alles opruimen voor niks. Hou je de hele dag rekening mee voor niks. Ik kan daar zo niet tegen, echt. Maar goed, ik ga het niet mijn dag laten verpesten. Alles is nu in ieder geval weer aan kant. En ik mag zo naar school om ze op te gaan halen. Dus ik gooi het gewoon weer vanaf. Ik heb Sarah weer opgehaald uit school. En ze heeft de kaart. Jee, was wel leuk, want ze had gisteren natuurlijk getrakteerd. Maar kleuterjuf van voorheen, met wie Sarah nog steeds heel erg klaar is. Ja, die was er gisteren niet. Die was vrij. En die heeft hem ook geschreven, kijk maar. Ja, leuk hè. Maar dat is toch wel een juf die heel diep in de hart zit. Dus die moest gewoon op de kaart hè. Nou, gaan we weer. Oh, en de camera danst zelfs mee. Ik kan alleen geen 2 handen doen. Ik ben gezellig met Kitty. Yeah. En wat gaan we eten? Pasta pesto. Pasta pesto. Ja, en hoe oud ben ik? Ik ben geen 6. Nee, je bent 8. Nee. 5. Nee. 4, 3, 2, 1, 0. Nee. 9, 10, 11, 12, 13. Nee. Oh. Tussen de 8 en de 6. 6,5. Ook een 6,5 en ook geen bijna 8. Oh, 6 3/4. Dan ook niet. Hé, maar je weet wel wat 3/4 is nu. Je hebt breuken gehad op school. Ja, 6. Kijk, je hebt 6 en je doet 3/4. Je hebt 6 en je doet 3/4. Nee, 3/4, weet je nog? Dat is 3/4. 3/4. 3/6. Nee, nou gewoon roep je gewoon rare dingen. Oh, en we hebben nog steeds de vlindertjes aan de klok. Ja, die moet je laten. Dat zijn leuke, hè? Ja, die moet je echt niet afhalen. Nee, ik. Ja, maar ik vind ook met de nieuwe inrichting waar ik mee bezig ben, vind ik ze ook echt leuk staan erbij. Dus. Ja, die kleuren is toch ook van je, wat je. Ja. Ja, er zit wel paars ook in, maar wel dat roze. Dus ik vind het helemaal leuk. Kitty en ik spelen weer Quix. En niet wel iets. Maar dan is het weer een dilemma: op rood of op geel? Ja, echt. Want dan gooi ik hem nu en dan had ik, nu heb ik hem op rood gezet, dan had ik gewild dat ik hem op geel zette waarschijnlijk. 6. 5. Oh ja, 5, sorry. Ik zit, ik zit echt naar die twee te kijken. Maar dat is een vast dingetje wat we doen natuurlijk. Jim. Nou, ik begin wel goed. Eindelijk een keer. 10. Nee, daar heb ik niks aan. 7 kleven, oh die wil ik dan weer wel. Dank u, dank u. 7 en 3. Ja, dat is wel heel mooi. 8. Nou, ik begon leuk, maar... Nou. Oh, wacht, nee. Nee, dat dacht ik ook net. Maar die 8 hier heb ik al. Nou, je hebt... Hier heb ik als laatste 9. Op zich oké. Kan ik niet meepakken? Nee, ik kan die 3. Ik kan geen 3 ergens zetten. Dus ik kan hem niet meepakken. Dus, maar nu zijn we klaar toch? 2 regen gesloten. Ja. Dus die mogen tellen. Ik ben echt benieuwd. Ik weet echt niet wie daar hoog staat. En inderdaad. Het scheelt niet verwacht eigenlijk.
Ja, jij had iets minder gatenkaas dan ik. Maar we lagen niet heel ver van elkaar. En dat klopt ook echt. 3. Moet je wat doen? Dan doe ik 4. Mooie opening. Of het wat komt er van? Ja, 2 en 3. 8. Ah, je bent niet slecht. Niet slecht. Alleen moet je kiezen. Je weet dan niet wat je moet nemen. Ik kies blauw. Dan geef me ook even die 12. Nee, ik krijg hem nog ook. Oh, krijg hem nog ook. En 7 voor mij. Ja, dan moet je ook kiezen. Ga je ook verblijven? Ja, helemaal groen. Ja, echt, dat zou ik precies hetzelfde hebben gedaan. Dat vergroot je kans. Oké, ja. 12. Oh, kijk. Zo, nou hebben we allemaal wel nog wel erbij. Ik vind het wel leuk. Oh, ja. Oh my god, we hebben echt zo lang zitten spelen. En het ging zo slecht bij allebei, maar echt... Bij mij spannen het helemaal de kroon, dus ik ben kampioen in verliezen vandaag. Echt, maar het was gezellig en dat is waar het om gaat. En het is net iets over 12, dus ik ga in ieder geval heel snel mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!